Goedenavond, dit is het COVID-19-journaal. Door tussenkomst van de PAHO heeft het bedrijf Geneesmiddelen en Gezondheidsvoorziening Suriname de eerste zending van chloor, handsanitizers, alcohol, handschoenen en maskers in ontvangst genomen. Deze beschermende en medische hulpmiddelen zijn bestemd voor alle bejaarden en zorghuizen in het hele land in de nationale strijd tegen het coronavirus. Het mandaat van PAHO is om assistentie te geven aan de lidlanden. Suriname is lid van de PAHO, Pan American Health Organization. En dus bieden we primair technische assistentie, maar daarnaast ook financieel als het nodig is voor de uitvoering. Maar we zijn dus geen donororganisatie, we geven technische assistentie. En dat doen we al jaren en dat is eigenlijk, er zijn verschillende invalshoeken. We kijken naar de prioriteiten van het land. Het land moet ons aangeven wat bij hun de health priorities zijn. We kijken natuurlijk ook naar wat de regio aangeeft, wat ons hoofdkantoor zegt en ook aan de WHO. Wat de prioriteiten zijn waar je op moet letten. Dus we werken dan samen met het land om te kijken of dat in Suriname ook het geval is. Een cliché voorbeeld is dat wij geen last hebben van, of nou laatst wel even, maar niet zoals andere landen van orkanen en van overstromingen. Dus in andere landen zal het accent ergens anders op liggen. Je moet kijken naar wat in Suriname de prioriteiten zijn. En dan moet je je daarop richten. En dat doet PAHO al jaren. Nu is COVID, heeft ons allemaal overvallen. En dus is de rol van PAHO om het land extra te helpen om de COVID-respons goed op gang te krijgen. En dat is de rol. En dit is eigenlijk slechts een heel klein onderdeel. Want dit zijn nou net wel materialen die zijn ook nodig om uit te voeren. Maar we werken ook met het ministerie aan protocollen, aan misschien guidelines, weet je, dus die niet-materiële dingen, want daar zijn we voor. Wat er vandaag hier is heeft afgespeeld is dat het PAHO donatiemiddelen ter behoeve van bejaardentehuizen heeft overgedragen aan het ministerie van Volksgezondheid. En aangezien wij dus het ministerie van Volksgezondheid ondersteunen in al deze donatiemiddelen, in het opslaan onder farmaceutische regels en het distribueren ervan, heeft dus het ministerie van Volksgezondheid ervoor gekozen om dus samen met BGVS deze middelen over te dragen aan de, of zeg maar ervoor te zorgen dragen dat het komt bij de bejaardentehuizen waar het dus die het allemaal nodig gaan hebben. Wij zijn het medicijnenhuis van de staat Suriname, dus we stellen het zeer op prijs natuurlijk dat wij weer in deze voor de bejaardentehuizen een belangrijke rol mogen spelen. Waarbij wij het gaan opslaan hier volgens farmaceutische regels en wij zullen zorg dragen voor de distributie. Dus dank van onze zijde weer voor het in ons gestelde vertrouwen. Carol de Baas, het hoofd van de inspectie verplegende en verzorgende beroepen, bracht namens Volksgezondheid een hartelijke woord van dank uit aan het adres van de PAHO, de regionale tak van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. We hebben sinds augustus de opdracht gehad van de minister om de supervisie te dragen over de bejaardeninstellingen. En in dat kader hadden we ook een protocol moeten ontwikkelen. Dat protocol is nog in ontwikkeling. Wat we wel af hebben is een checklist en met die checklist hebben we dan assessments gedaan. En vanuit het ministerie hebben wij ook als inspectie de controle op de COVID-maatregelen gehouden op onder andere de bejaardentehuizen. En daaruit bleek dat de meeste bejaardentehuizen slechts, zeg maar allemaal, niet helemaal paraat waren. Als ze een uitbraak zouden hebben, dan waren we echt de pot uitgegaan met onze seniorenburgers. We hebben in samenwerking met PAHO Suriname een aantal dingen gedaan. De protocollen zijn in ontwikkeling ook met hun, de checklisten ook met hun. En vanuit PAHO is er vanuit een Canadian Fonds zijn er een financiële middelen vrijgekomen om speciaal voor de bejaardentehuizen benodigdheden voor, met betrekking tot beschermingsmiddelen aan te schaffen voor de tehuizen. Vandaag heeft de officiële overhandiging plaatsgevonden van dat deel van de goederen, de beschermingsmiddelen, welke zijn ingekocht door PAHO. Het gaat om chloor, handsanitizer,
en alcohol. Handschoenen en ook nog maskers. Dat andere deel moet nog overgevlogen worden en die is al onderweg. Er is afgesproken dat in december dat deel overhandigd zal worden. Maar vandaag hebben we officieel de overhandiging gehad van PAHO met alle items die bij BGVS zijn opgeslagen. En wij van het ministerie zullen dan samen met BGVS afstemmen hoe de verdere distributie zal plaatsvinden. Er is reeds een distributielijst voor de bejaardeninstellingen in place met de aantallen dat ze moeten krijgen. We zullen het samen met een BGVS uitwerken en kijken hoeveel en hoe vaak de bejaardentehuizen de aanvragen mogen doen. En namens het ministerie bedanken we PAHO heel hartelijk voor deze gesten. Er is een hele goede samenwerking. Zeker in deze periode is het nog meer naar buiten gekomen. En we zijn bijzonder dankbaar dat ze de bejaardentehuizen, de bejaardeninstellingen, hebben gedacht aan de bejaardeninstellingen, omdat daar de kwetsbare groep is. We zijn God dankbaar dat we geen grote uitbraken hebben gehad en we verwachten het ook niet meer. Want we weten, Mohana moet een systeem van ons worden. Als we systematisch onze handen wassen, mondkapje opdoen, afstand bewaren, dan kan het niet zo zijn dat we weer een tweede golf zullen krijgen. Of weer een uitbraak van dat coronavirus. Dus wat we verwachten is dat het zo blijft. Dat we fijne dagen tegemoet gaan en het jaar COVID-vrij beginnen. Alle geregistreerde bejaardentehuizen worden voorzien. Ook de districten. Ook Nikeri, ook Kommerwijnen. Allemaal komen aan de beurt. Dus alsnog, namens het ministerie van Volksgezondheid, namens de Surinaamse gemeenschap, namens onze seniorenburgers, PAHO van harte bedanken met de gesten die zij vandaag hebben overgedragen aan het ministerie van Volksgezondheid. Het is slechts een deel, er volgt nog een deel. Precies vandaag is het dat we spullen hebben gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid, omdat die coördineert om het te distribueren aan de bejaardentehuizen. Dus eigenlijk de essentie is dat de bejaardentehuizen voorzien worden van basis sanitaire spullen, alcohol, hand sanitizer, chloor en ook maskers. Het is eigenlijk, de lijst is samengesteld nadat er een assessment is gedaan in een geselecteerd deel van de bejaardentehuizen. En eigenlijk konden we het ook al raden, er is gebrek aan alles. Dus alles is bruikbaar, maar we hebben toch die assessment gedaan en want dan kan je het onderbouwen. Hè? Maar in deze tijd van COVID, ik bedoel, iedereen moet zich aanpassen. En zeker de bejaardentehuizen ze hebben de zorg voor werkelijk kwetsbare groep van onze samenleving. En dus moeten we hun extra aandacht geven. Weet je, alles is nodig, maar je moet toch even afbakenen zodat je het overzichtelijk houdt. En bij kinderthuizen speelt er natuurlijk een beetje andere problematiek. Ik vind trouwens, samen met het ministerie zeggen we dat de Mohana-regels moeten in acht moeten worden genomen. Mohana, mondkap op, handen wassen en afstand houden. Bij deze tehuizen, bejaardentehuizen, kinderthuizen, is het ontzettend moeilijk om afstand te houden. En ook, bijvoorbeeld als de bejaardentehuizen, niet iedereen is even zelfstandig. Als die mensen geholpen moeten worden, kan je die afstand niet houden. Dus het is eigenlijk een extra problematiek. En daarom vinden we dat de focus echt moet liggen op deze tehuizen, omdat daar echt de kwetsbare groepen van de samenleving zitten. Ik ben ontzettend blij. En eigenlijk, er is goed werk gedaan door de overheid. Maar ook dat de bevolking heeft meegewerkt. Dus dat vind ik heel prettig. Oh, en eigenlijk moeten we het zo houden, want eigenlijk vertel ik niet iets nieuws. Die dalingen, we kunnen nog niet nu op onze lauweren gaan rusten, want als je niet oppast en je neemt die maatregelen niet in acht, dan krijg je zo weer een stijging. Dat hebben we gezien in andere landen en dat willen we hier niet hebben. Dus we willen eigenlijk toch dat we het zo houden en eigenlijk liefst naar nul terugbrengen. Maar daarvoor heb je die inspanning nodig en je moet niet verslappen.
Een knap staaltje van de samenwerking tussen de PAHO en het ministerie van Volksgezondheid. Met de aangevulde voorraad medische en beschermende middelen kunnen onze bejaardenhuizen zo goed als het kan COVID-19-proof verder. Mondkap op, handen wassen, afstand houden, bescherm de ander. Mohana, Mohana. Mondkap op, handen wassen, afstand houden, bescherm de ander. Mohana, Mohana. Reinig je handen op tijd, genoeg afstand houden. Niet te dichtbij als je bent verkouden. We kunnen de strijd aan door op elkaar te bouwen. En doen wat nodig is om uit te houden. Doen een egoïstisch, mondkap op. Voor even die feesten, dat komt toch nog. Laten wij eraan werken dat dit virus stopt. Zodat we weer kunnen gaan naar de normale klok. Niet bang worden, voorzichtig zijn. Als we samenwerken, komen we er wel eruit. Hoe groot de strijd lijkt, we komen dichterbij. We moeten eenvoud vormen als maatschappij. Mohana, Mohana. Mohana, Mohana. Mohana, Mohana. Mohana, Mohana. Mondkap op, handen wassen, afstand houden. Mohana. De dalende cijfers in zowel nieuwe als acute COVID-19 gevallen biedt onze medici, zorgverleners en andere essentiële hulpdiensten wat ademruimte. Ook in het nationaal COVID-19 beleid is er ruimte voor versoepeling. Maar laten wij daar heel voorzichtig en zelfbewust mee omgaan. Anders kan de zaak zo weer overslaan in een situatie van enkele maanden geleden tijdens de coronapiek. Laten wij de ernstige waarschuwing van Marteline Eersel, crisismanager van het COVID-19 Outbreak Management Team AUB, ten harte nemen. Ja, de drop is echt significant en dramatisch kunnen we zeggen. We zijn nu naar niveaus die veel lager zijn dan in de maand juni en daarvoor. En dat willen we ook graag zo houden. Dat komt door de vele maatregelen die getroffen zijn, maar ook door de bevolking die zich heeft gehouden aan de maatregelen. Dus, mijn complimentjes aan de bevolking, maar direct ook mijn oproep aan de bevolking. Hou even vol, want als we nu gaan feesten, partyen en allerlei dingen doen, dan kan het weer stijgen. We moeten even volhouden, ons houden aan de maatregelen, totdat er een vaccinatie is. En dan worden we gevaccineerd en dan kunnen we daarna weer het oude leven oppakken. Ik wil toch iets opmerken over, af en toe zie je dat er iemand is overleden. Dat wordt gerapporteerd op de dashboard. Maar deze mensen die liggen lang voordat ze overlijden. Dus het is niet zo dat je vandaag opgenomen wordt en morgen overlijdt. Nee, de meerderheid ligt een week, soms weken, worden ze aan de beademing gehouden, maar uiteindelijk redden ze het niet. Suriname. Het is nu niet de kunst, maar de noodzaak om de huidige trend van dalende coronacijfers zo te houden. Hoe kunnen we dat doen? Door simpelweg de COVID-19 maatregelen stip op te volgen. Ja, we kunnen het niet genoeg zeggen, maar je handen zoveel als mogelijk blijven wassen, AUB de sociale afstand houden en zeker niet te vergeten, als je op drukke plekken komt, doe AUB je neus- en mondbedekking op. Voor zover dit COVID-19 journaal. Goedenavond.